Je weet serieus niet waar ik het over heb. Nee, want jij trekt die conclusie. Dus ik zou met jou gesproken moeten hebben. En dat zou dan aan het licht moeten komen. Waardoor jij die conclusie kan trekken. Maar ik heb jou de hele dag niet gezien. Nee, weet niet hoe jij aan die conclusie komt. Tim, het zijn allemaal dingen als zijnde. Wij hebben dit gedaan, dus nu verwacht ik dat dat gaat gebeuren. Wij hebben de hele dag gestraat, wij hebben dat gedaan. Wij hebben dat gedaan. Mogen we dat niet zeggen dan? Dat hoor je niet zeggen. Ik zeg toch niks, want je zegt wel van... Ik zeg alleen maar dat je continu dat contrast aan het creëren bent. Dat er gewerkt wordt. Maar er wordt toch ook gewerkt door sommigen? En dan mogen ze toch gewoon daarover praten? Of moeten we dan onze bek houden? Dat zeg ik helemaal niet. We mogen trots zijn op het werk wat we leveren op een dag. Ja, maar dat zeg ik helemaal niet. Maar er zijn meerdere manieren... Minder is, hoor. Absoluut niet. Er zijn meer... Maar als hun zich wel minder voelen, omdat de een zegt, ik heb dat gedaan, en die andere kan er eigenlijk niet over meepraten, dan is het toch diegene die er niet over meepraat. Maar hoeft niet minder te voelen, volgens mij zeg je net vieze student. Hij is ook een vieze student. Maar dan hoeft hij zich voor de rest, naar aanleiding van die woorden, niet minder te voelen. Dan kan hij zich nog steeds gelijk voelen. Als hij zich gelijk voelt, dan voelt hij zich gelijk. Ah, oké. Ja. Alright. Moet ik dan liegen? Hm? Moet ik dan gaan liegen? Nee, ik denk dat je in dit gesprek beter niks had kunnen zeggen. Ja? Ja. Nou, ik denk het niet. Soms is niks zeggen het beste antwoord. Ga je weer weglopen? Ja, maar het slaat toch ook nergens meer op wat je Hoezo? Zegt? Hoezo? Omdat ik vieze student zeg? Nee, maar elke keer zeg ik iets en dan vervolgens kom je met een antwoord wat er helemaal niet mee te maken heeft, Tim. Dat heeft helemaal echt... Lul niet zo stom, man. Kijk het maar terug. Hè? Jij Kijk het maar terug. Jongen. Gebakken lucht. Fucking heet van die gipsplaten die ik naar boven heb gesjouwd. Volgens mij kwam die hier om schoon te maken. Ja, daar kwam die dus niet echt voor, denk ik. Nee, hij hoorde... Over de hobbeldieren, maar... Hij hoorde jullie praten natuurlijk, toen ze binnenkwamen. Ah, joh. Een walgelijke vent ook. Het is ook een heerlijke nuldiscussie, hè? Hè? Het is een heerlijke nuldiscussie natuurlijk. Ah, joh. Ik mag dus niet melden dat ik werk? Of mag ik dan niet zeggen dat mensen niet werken? Ik mag dat toch gewoon zeggen? Het ding is, Jesse doet hetzelfde ook. Ja, dat zeker. Laat lekker aan. Maar dat zeg ik tegen hem. En dan vervolgens mij... Ja. En... Hoe vaak hebben we niet gehoord over die hobbeldieren? Hoe vaak spreekt die mensen aan, ja, ga eens wat doen. Wat doe je hier, dit en dit? Ja. Yo, hij doet precies hetzelfde. Ja. Laat het los. En dan zeg ik, ik praat tenminste over daadwerkelijk werk, wat ik leven. Hij praat letterlijk over gebakken lucht. Nee, hij zegt, ik ga dat doen. En vervolgens doet hij het gewoon niet. Ding is, hij zegt ook, kijk, als hij echt dat doet, dan zegt hij dat ook heel vaak. Hobbeldieren, koffie, dat herhaalt hij ook heel vaak op een dag. Ja. Dit is een discussie die helemaal geen zin had, want het is, jullie doen allebei precies hetzelfde. Ja. Huh? Eigenlijk was het ook heel mooi dat je zei van, joh, eigenlijk kijk je in de spiegel. Ja, ja. Maar dat is ook zo. Het was wel grappig, maar je had ook eigenlijk een discussie om niks natuurlijk. Van, joh, er zijn mensen die werken en er zijn mensen die niet werken. En dat... Dat is duidelijk, zeg maar. Het graag. En jullie allebei benoemen het graag. En iedereen die wat doet en ziet dat andere mensen dat niet doen, ergert zich daaraan, dus benoemt het. Ja. Dus eigenlijk is het ook helemaal niet iets slechts. Nou, er was een discussie over dat jullie allebei precies hetzelfde doen.